Jeroen Veldmaten stond na de uitwedstrijd tegen Excelsior tegen de Graafschap opnieuw in de basis bij FC Groningen. Na de rode kaart van Andreas Krankvist vorige week tegen Willem II, wist Veldmaten dat de kans groot was dat hij tegen de Graafschap weer zou gaan beginnen. Ja, natuurlijk denk je altijd aan jezelf. Ik bedoel, je wil elke week eigenlijk op dit podium laten zien. Dus als hij dan rood krijgt en vervolgens kom ik erin vorige week, dan ga je bij jezelf wel te raden van oké, volgende week sta ik er waarschijnlijk in. En dat is wel lekker dat je daar een hele week naartoe kan werken. Want vorige keer hoorde ik het op de dag zelf. En hier wil ik het eigenlijk elke week laten zien. Tegen de Graafschap heeft Veldmaten vooral te maken met de lastig te bespelen Steve de Ridder en Rydell Poupon. Ja, eerste helft vond ik wel goed gaan. Alleen het is toch altijd weer anders wennen, andere spelers. En sowieso het eerste kwartier was even wennen, ook met Stenman. We gaven te veel ruimte in zijn rug weg. Daarna ging het wel wat beter. Voetballend ging het wel goed. Maar tweede helft, ik ben zelf niet tevreden. Over de eerste helft kan Veldmaten wel tevreden zijn. Hij krijgt veel ruimte om mee te voetballen en loopt daar duidelijk niet voor weg. Dat willen wij graag. Dat je ruimte hebt om te voetballen en dan tussendoor spelen wanneer zij proberen druk te zetten. En dat ging bij Vlaag, vond ik, ging heel goed. En de trainer volgens mij ook. En als we er dan doorkwamen, hadden we ook echt ruimte om de zijkant te bedienen. En Pedersen die vaak in balbezit kwam. Kort voor rust begint Veldmaten aan een rush die doet denken aan Andreas Krankvist. Maar in tegenstelling tot de Zweed besluit Veldmaten de actie niet af te sluiten met een schot. Maar geeft hij een paas op Dusan Tadic. Ja, er lag niet echt ruimte voor om door het centrum door te gaan. Dus iedereen kroop naar binnen. Dus ik dacht van Tadic is vrij. En dat is wel iets wat ik goed kan. Dat wou ik ook wel graag laten zien. Alleen in de tweede helft was daar veel minder ruimte voor. Heb je nu ook het gevoel dat je steeds meer richting het eerste elftal komt? Dat je er nu een beetje tegenaan zit? Ja, dat gevoel heb ik wel, ja. Alleen, kijk, als je Gangvist en Evans hebt waar de trainer mee is begonnen in dit seizoen. En dan sta je vervolgens derde in de winterstop. Ja, dan weet je gewoon dat je nog even geduld moet hebben. En dit soort wedstrijden, daarin moet ik het gewoon laten zien. En dan aan de trainer laten zien van als er een keer iets gebeurt of als hij niet tevreden is, dat ik er dan kan staan. En dat soort wedstrijden zijn hier heel goed voor. Je bent in elk geval een stuk verder dan jouw eerste periode bij de eerste selectie. Ja, toen was ik ook een stuk jonger nog. Vorig jaar heb ik een heel jaar bij Helmond gespeeld, heel erg volwassen geworden. Dat merk ik nu ook gewoon aan mijn spel. En op jezelf wonen, dat soort dingen, dat doe je gewoon goed. Ja, hoe merk je dat? Hoe zien wij dat bijvoorbeeld terug? Ja, je laat je niet meer door te veel dingen gek maken. Ik bedoel, als je 19 bent, dan sta je vaak niet zo heel, heel sterk in je schoenen nog. En als er iets gebeurt, dan gaat snel het kopje naar beneden. Daar had ik ook wel last van en dan merk ik dat het nu gewoon beter gaat. En wat is nu de volgende stap? Ja, elke week spelen. Dat lijkt me duidelijk.